Ja, maar kijk, pas op, het zal af en toe wel een paar beelden inzetten uit de gastronomie, hè, want hè, we zijn volledig in de kookgekte verzeild in ons land. Hè. De voorbije week zijn de verkoopcijfers van de boeken gepubliceerd. Hè. De top 5 van de meest verkochte boeken in de hele wereld is overal hetzelfde. Van alle landen. Dat is overal 4 action thrillers en 1 biografie. Wat is het in Vlaanderen? 4 kookboeken en 1 kiekeboe. Hé, hey, maar we zijn wild van koken. Alle dagen koken op televisie. Als je de zondagavond tussen 6 en 7 naar de Vlaams televisie kijkt, kun je niet buiten een kookprogramma. Het zijn allemaal kookprogramma's. En dat heeft gemaakt dat we zo niet meer tevreden zijn met gewoon eten. Nee. Moet nu perfect afgekruid zijn. De cuisson moet juist zijn. Dat bord moet juist zijn. De juiste bestek, de juiste glazen. Het moet op de juiste manier in ons bordje gelegd worden. Maar als IKEA reclame maakt dat de biefstuk kunt eten voor 5 euro... Wam! Viel het tot eens avond, hè? Ja, maar dan de hele happy family er naartoe. Ik vind dat zoiets vreemd, hè, dat er dus ja, mensen zijn in ons land die zeggen, weet je wat, ik heb een keer zin om in een buik goed rond te eten. Ik ga naar een meubelwinkel. Wat is het volgende? Hey, dat zegt, wil mij laten scheren, ik ga naar de Gamma. Voor een bikinilijn naar de mediamarkt? Ik ben toch niet gek, hè? Je laat toch ook een bank niet redden door een loodgieter? Maar de invloed van de Zweedse keuken op de Vlaamse keuken is gigantisch. En wij denken altijd dat wij een Bourgondische keuken hebben vergeten. Dat was in de middeleeuwen zo. Nu, in de jaren 2000 zal ik maar zeggen, hè, is alles Zweeds in ons land. We hebben een Zweedse keuken. En dat zeg ik niet alleen omdat de helft van de Vlamingen inmiddels een keuken van IKEA heeft. Het zijn ook mensen die een andere keuken hebben. Hè. Een Dovi-keuken. Mijn naam is Donald Meulen. Al meer dan 30 jaar maak ik uw keuken. Alsof het de mijne was. Oerdelijk aan het einde het herfst te prijzen. Oerdelijk aan het einde het herfst te prijzen. Ik heb de indruk dat Donald Meulen zijn eigen tanden gemaakt heeft ook, hè. En wel van dat goedkoop melanine en niet melaminaat, hè.